naar Tongeren dan, waar Hubo Handbal het moest opnemen tegen de Nederlandse Limburg Lions. Bij winst zouden deze Lions mee de koploper worden samen met Bocholt, waar Hubo Handbal op een tiende plaats stond met 6 bijhorende punten. We spelen 10 minuten, we gaan naar een 4-6. Halfweg gaan we naar een 4-7, maar de Limburgers weten terug te komen. Erop en erover, dik 20 minuten bezig met de 9-8. Het is een heerlijke eerste helft waarin Hubo zijn voet naast deze van de Lions mag zetten. En zo hebben de Nederlanders nog een goal voorsprong, 11-12. De Lions stappen de tweede periode dan uit een heel ander vaatje en is de kloof halfweg 5 goals. Deze kloof geven de bezoekers niet meer weg en ze komen zij alvast op gelijke hoogte van Bocholt op plek 1 in het algemeen klassement, waar Hubo Handbal op een tiende plaats blijft staan met 6 punten. Hubo Handbal versus Lions, eindscore 22-29. Over de hele wedstrijd gezien terecht. En ik denk de eerste helft dacht ik in eerste instantie degene die de minste technische fouten maakt, de minste kansen mist, die wint die wedstrijd. Maar de tweede helft hadden wij het verdedigend redelijk goed op orde. Ik denk dat Hubo zich een beetje liet overvallen door de scheidsrechters en daarop ageerde. En ik denk dat wij dat iets slimmer hebben gedaan door de mond te houden en gewoon ons eigen spel te blijven spelen. Ja, ik denk als je naar de stand keek, naar waar wij stonden, waar dat zij stonden, dat je vooraf wist dat het een moeilijke wedstrijd ging worden. Maar op zich, de eerste wedstrijd hadden wij bij hun gelijk gespeeld. En wij waren de laatste tijd toch beter aan het handballen, vond ik. Dus dat gaf perspectief en we zijn met goede moed aan de wedstrijd begonnen. En op zich vind ik ook niet dat we zo slecht gespeeld hebben vandaag. Maar het zijn details die dan toch voor zorgen dat we er toch nog met een redelijk verschil verliezen vandaag.